Hello Hollywood. Hello filmmakers all over the world. Allow me to introduce a story that is more gripping than the Da Vinci Code ever will be. Met deze introductie wordt de kijker meteen meegenomen in het verhaal van Michel Blankaert. Een verhaal dat gaat over het Lam Gods. In de kortfilm wordt amper gesproken, maar staat de muziek centraal. In dit geval de soundtrack van de Da Vinci Code. Want dat is de opdracht van de wedstrijd. Een video maken op de muziek van filmcomponist Hans Zimmer. Toen zijn we beginnen nadenken, dachten van feitelijk ja, we kunnen iets maken met Lam Gods als thema. Maar niet gewoon een videoclip, we moeten daar nog een verhaal in krijgen. En dan heb ik een keer naar de Da Vinci Code gekeken. En dan zie je feitelijk dat er daar twee personages in dat verhaal zijn. En dat verhaal ook levend maken. En we dachten van oké, we gaan daar ook proberen een verhaal in te steken. En toen zijn we x aantal klassieke scènes gedraaid en daarbij gemonteerd. De korte inhoud van het verhaal gaat over Anna, een violist hier in het Gentse, die tijdens haar muziekspelen in contact komt met het Lam Gods, die daardoor geïntrigeerd raakt, die verdere opzoekingen doet. Die opzoekingen komen zo automatisch terecht bij dus Nicolas, het personage die professor is en de deskundige is in betreffende materie. Ze gaan samen verder op zoek naar dat allemaal te ontrafelen, maar ze komen in contact met tempeliers die hen willen weerhouden van de oplossing te vinden. Ik speel een beetje mezelf. En ja, ik ben ook beroepsviooliste. En in de film ben ik ook violiste. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Dus ik ga van al die codes en secrets en ja, onderzoeken. Dus dat is eigenlijk, komt ook goed overeen met mij. Ik speel mezelf. Ik moet niet veel overdoen. Niet veel overmaken. Een prijs valt er niet te winnen met de wedstrijd. Het gaat om de eer. Binnenkort wordt er een winnaar uitgeroepen voor elke soundtrack. Afwachten dus of Blankaert de eerste plaats kan veroveren.